We bevinden hier ons op de Mazuurbrug, met zicht op Luchtbalwildernis, een langgerekt park aan de zijde van Luchtbal. Vandaag een onbestemd terrein, morgen willen we daar een kwalitatieve parkruimte van maken. Hoe gaat die parkruimte in Luchtbal er straks uitzien? Vandaag is het een soort braakliggend land met spontane natuur. Deze ruimte gaat dienst doen als zwerfruimte voor de inrichting, de realisatie van de nieuwe ring. Dus we kunnen daar morgen een nieuw landschap creëren. En we willen zoveel mogelijk ruimte creëren. Daarom laten we deze ruimte, die op sommige plaatsen versmalt, deel uitmaken van een breder spoorweglandschap. We gaan in dat landschap een aantal lijnen doortrekken, in gravel, en we gaan daar tussen het landschap spontaan laten groeien. Zaden die meegebracht worden, bijvoorbeeld door al het treinverkeer, werpen zich uit in het landschap en een nieuwe vegetatie ontstaat. Hier enkele referentiebeelden van verlaten spoorweginfrastructuur die na een tijd ingenomen wordt door nieuwe natuur. We zien daar een aantal structurerende lijnen in, maar tegelijkertijd ook de natuur de overhand neemt. Belangrijk in die Luchtbalwildernis is de aanwezigheid van een uitkijkheuvel. We denken dat we met deze heuvel een prachtig panorama, een prachtige blik kunnen werpen op Antwerpen in de verte. We zijn aan het onderzoeken hoe hoog dat we die heuvel kunnen maken. 20 meter, 30 meter, dat is nog verder te bekijken. Daardoor krijgen we ook een doel om in het park naartoe te gaan. Het beklimmen van de heuvel, het genieten van het panorama, zet alles in op landschapsbeleving.